Schilders, ezel en palet, die moet nu eenmaal lijden. Want als een kunstenaar niet lijkt, dan is hij niet je ware. Derhalve dat de overheid in een doordacht en wijs beleid op kunst is gaan besparen. Ja, doe maar. Ja. Zonneklaar gebleken, de echte kunst gedijt. Alleen denk maar aan Rembrandt of Jan Steen bij Dommer en Gebreken. Kom prijs daarom het heilig vuur van ons gebeden tijden. Ja, zegenrijke landsbestuur dat tot behoud van de cultuur de kunst durft te bestrijden. Voor eeuwig bij jou.
de schuld. Mooi, zo, mooi. Tot zo. In twee nummers gaan we de hele zaal overtuigen van het feit dat ze op 31 maart... Zo, net aan je vragen. Oh, ja. Oh, sorry. Ja. Wanneer gaan jullie optreden? Nou, wat grappig dat je het vraagt. Op 31 maart, dus. Hier hebben we een avondvullende voorstelling. Eigenlijk een soort van onze première. Dan. Met een naam. Sorry, Dami? Met een naam. Met een naam. Ja, de hond tegen die tijd. Want, ja, anders is het gewoon Van Halle, Marais en Van der Winkel. Ja. Want hoe heet jullie show? Robbie in Blues? Of? Nee, Dit Alles. Dit Alles. Genoemd naar het van gedichten. Ja. Leuk. En we gaan nu naar luisteren naar welk gedicht. Of moeten we gewoon zitten en gewoon... Nee, maar even kunnen we. Ja, ten geleide. Ten geleide. Helemaal goed. Een heel mooi bovennatuurlijk... Ik ben benieuwd. Succes. Omdat u naar het boekenbal bent, want het is in de boekenweek. Dat hebben we natuurlijk wel heel slim aangepakt. Is dat een boekenbal ook? Ik dacht dat het 24. Ja. 24. Omdat u nog steeds hoofdpijn heeft van het boekenbal. Wij spelen, dat is ook leuk, 26 februari ook nog in het Volkshotel. En dat is een festival. Secret Rooms heet het. En dan spelen we dus in een hotelkamer. Met z'n drieën. Het zijn fantastische hotelkamers in het Volkshotel. En kunnen mensen ook, waar kunnen mensen jullie vinden? Op internet? Op die twee plekken. Oh, snap ik. Nee, maar op internet, om te gaan zoeken. Ja, dat gaan we allemaal gaan we maken meteen. Dat gaan we, mensen willen kaarten kopen. We zijn voor de YouTube. Als ze een kaartje willen kopen, dan kan je gewoon bij de desbetreffende locatie. Ah, je merkt, we zitten nog in een opstartfase. Oké, jongens, de laatste nummer, de finale nummer. Ja, wij hadden... Laat ons weg. Finale, en dat heet dan ook... Oh, ja. Nee, wij kwamen op een gegeven moment heel erg op het punt dat we dachten, Jean-Pierre Rabhi schrijft natuurlijk fantastisch veel over de dood. En toen was een beetje het punt van, ja, wie zou er nou voor zo'n man, mocht hij ooit komen te overlijden, in vredesnaam een grafschrift moeten schrijven? Want hij is zelf een soort van de koning der alle grafschriften.
Nou heeft hij daar zelf ook zo over gedacht en heeft hij het zelf al vastgeschreven, genaamd Fini. Heden is na een langdurig lijden dat hij met Gods vertrouwen doet. Hij komt dus niet meer naar de koe. Dat hij die somber was bij tijden, de hand niet aan zichzelf sloeg. Stemt misschien ook wat tot verblijden, al is het zo al erg genoeg. Wat hem ontslot, de dood in joeg, de liefde op. Leven voor de boer. Het is zoals de oude zeiden. De beste gaan altijd te vroeg.